Het is de vrijdag van carnaval, zo dadelijk start de kinderoptocht. Hier staat de jeugdraad van Castres. Jongens, kunnen jullie je even zelf voorstellen? Ik ben Frins Parit, kiep die tweede. En dit is mijn afdans. Ik ben adjudant Jens, die is prinses. Ik ben prinses Sis, die is eerste. En ik ben mijn adjudant vrouw Lana. Oké. Dankjewel. En prins Vretekiep de tweede? Hoe komt het dat jij de tweede bent? Ons papa is eerder ook ooit prins geweest. Oh, en dan was Vretekiep de nulste. Ja. Daarom heb ik natuurlijk ook mijn kiepenpak aangedaan, hè? Vanwege die Vretekiep. Weet je eigenlijk ook wat Vretekiep betekent? Trotse kip. Prins Vretekiep, heb jij ook een motto? Ja, keep on smiling. Hé, hey, die is leuk. Keep on smiling. Ja, leuk. En wij wensen jullie veel plezier. Geniet ervan. En nou zie ik achter me meester Tom staan. Dat betekent dat ze moeten beginnen, jongens. Ja, wil je nog iets zeggen naar de mensen die kijken naar de optocht? Veel plezier. Hier komt de jongste groep aan, een kleutergroep. Zijn allemaal schildertjes. Die gaan de optocht verven, denk ik. Zijn dit de peuters of de kleuters? Kleuters. Kleuters, ja. Hè? Kleuters. En die komen goed uit de verf dit jaar. Hier komt de grote verfpot aan waar ze net uit... waar eruit zullen moeten komen. Ah, mijn koffie! En het RAL-nummer is ook leuk, 1111. En aan de sommen te zien komt nu groep 3. Jullie zitten in groep 4, hè? Ja, zie je? Oeh, ik heb mijn handen vol. Dankjewel, wat lief. En het leuke aan de wagens vind ik dat je ook ziet dat er veel eigen werk aan zit tegenwoordig. De clowntjes zijn zelf gemaakt, er is zelf geschilderd. En ze heten de stuiterballen. Ik moet nog even het thema zien te verzinnen. Wat is jullie thema? Als de kat van huis is, dansen de muis op tafel. Oké, dankjewel. Het staat erachter op Toos. De kinderoptocht in Castres heeft tegenwoordig alleen nog maar groepen. Je ziet geen enkele individueel meer lopen. Op zich is dat natuurlijk wel leuk, want dan is de groep één geheel. Achter de kip. Ja. Die zijn heel snel. Die gaan dweilen of schrobben. Ik dacht dat elke klas een eigen groep had.
Maar groep 8 staat dus op de prinsenwagen en de jongens van groep 7 hebben hun eigen wagen. En de meiden van groep 7 hebben hun eigen wagen. Verstopt! Weten jullie misschien waar ze zijn? Pas op, pas op, pas op! Oh, daar zijn ze rennen! Als prins, als chauffeur.